Hallo allemaal, ik ben Rutger en het is nog steeds februari. Oftewel, elke schooldag komt er een collab online met een andere YouTuber. En vandaag is dat... Sophie! Yay! Sophie is wereldkampioen billen schudden, dansen, alles. En ik wil dat graag ook leren. Dus ik dacht, we gaan vandaag een danschallenge doen. We gaan kijken wie van ons nou het allerbeste kan dansen. En ja, ik denk dat ik dat wel ben, want... Denk ik ook. Ja, en... Nee. Ik kan echt heel veel dingen, maar dansen staat niet echt op het lijstje van de talenten die ik heb meegekregen. Maar het gaat om dat je het probeert, dat is met alles. Ja. Wat we zo meteen gaan doen is dat we van een aantal bekende nummers dansen zo goed mogelijk gaan proberen na te doen. Ja, maar ik wil echt dat je er vol voor gaat. Gewoon helemaal, ja, dat doe ik ook al kan ik niet dansen. Maar ik denk dat het al de helft scheelt als wij gewoon een goede dansoutfit hebben. Dus ik knip in mijn vingers en dan is het net als bij de mini playback show. Nee, wacht, tegelijk, anders werkt het niet. Wow! Oh, dit ziet er echt heel erg goed uit, jongens. Kijk, we matchen helemaal. Rutger heeft de swag aangezet. Kijk, we hebben ook zelfs. Dezelfde pet. Oeh, krijg het er nou al warm van. Nou, oké. Okay. Het eerste lied, wat gaan we doen? Single Ladies. Single Ladies. Want dat zijn we. Inderdaad. Ja? Ja. Okay. Ik ben er helemaal klaar voor. Ja, dan gaan we. Wow, die heupen! Dit stuk kan ik! Oh, de andere kant op! Ja! Nee, ik ben Beyoncé, ik ben Beyoncé. Jij hebt achtergrond wel slecht, maar ik ben Beyoncé. Is iemand zuurstof? Oh my god.
Ik heb het zo warm. Dit is zo voor me. Ik heb respect dat je altijd danst, Sophie. Ik poef niet niks voor mij dit. Nou, ik zou gewoon een keertje mee, want ja. Je own die shit. I own it. Wie vind jij dat er gewonnen heeft? Was het Sophie? Of was ik het? Laat het even weten in de reactie, dan ga ik ze tellen en dan hebben we uiteindelijk een echte winnaar. Ja, dan hebben we winnaar. Het gewonnen en dan vraag ik wel natuurlijk om een rematch. Als ja, ik verloren heb. Inderdaad. Maar we hebben nog een video opgenomen samen, namelijk op het kanaal van Sophie. En wat ik helemaal vergeten was te vertellen, is dat Sophie vandaag jarig is. Ik ben 13 jaar geworden. Eindelijk. We hebben dus nog een video gemaakt op het kanaal van Sophie, dus daar kun je nu op klikken. Dan ga je daarheen. Dat was het dan voor vandaag. Wij gaan even afkoelen, denk ik. En ik zie jullie morgen weer met een andere februari gast. Dus ja, tot dan. Maar tot die tijd. Dan moet je even zo doen ook. Stay frameless. Bye. Heel de maand februari komt er elke schooldag een nieuwe video online met een andere YouTuber. Dus vergeet vooral niet te abonneren. Als je op de linker video klikt, ga je naar de video met Enzo Knol, een bizarre challenge. En als je op de rechter video klikt, ga je naar de verrassing die ik met Denise had voor Oma Miep. Tot morgen!